Op de Oost-Veluwe stromen vele sprengen en beken. Deze beken zijn er verantwoordelijk voor dat ruim 600 jaar geleden de eerste papiermolens ontstonden. Stromend water was van essentieel belang voor de productie van papier. Het proces was verre van volmaakt. Het papier was daardoor slecht van kwaliteit. In 1640 werd in de Zaanstreek een machine ontwikkeld die door het leven zou gaan als de Hollander. Deze vinding ruwde de vezels verder op, waardoor deze beter aan elkaar hechten, zodat het papier sterker werd. Een ander groot voordeel was de kortere productietijd. Beenderlijm werd toegevoegd, waardoor het papier bij het nat worden niet meer uit elkaar viel en het werd veel beter beschrijfbaar. De Nederlanders wisten deze techniek jaren geheim te houden. Met name daardoor floreerde de Nederlandse papierindustrie enorm. In 1657 werd papierfabriek De Hoop gesticht door Johannes Schoonman. Zoals zoveel papierfabrieken, gevestigd aan een beek op de Veluwe, de Gravinnebeek. Water is een essentieel onderdeel van de productie van papier. Snel stromende beken zorgden ook voor de aandrijving. Verregaande mechanisatie was het gevolg. Bij lage waterstanden stroomde de beek niet zo snel. Men had dan wel een probleem. Later, tijdens de industriële revolutie, werd de stoommachine ingezet en werd er bij lage waterstanden overgeschakeld op stoom. Tegenwoordig gaat de productie van papier vele malen sneller. SCA Packaging De Hoop is daar een goed voorbeeld van. Het modern uitgeruste machinepark van SCA Packaging De Hoop produceert tegenwoordig zo'n 50 ton papier per uur. Oud papier is de basis voor het gerecyclede papier dat SCA Packaging De Hoop produceert. Voordat deze balen oud papier zijn verwerkt tot nieuw papier, moet er nog heel wat gebeuren. De balen worden in de stofbereiding ontdaan van alle verontreinigingen. De pulper verwijdert de grove materialen. Fijne verontreinigingen als plastic worden er in het vervolgtraject van de stofbereiding uitgehaald. Wat overblijft is schone pulp. Een groot deel van het afval wordt gescheiden, versnipperd en gedroogd. Klaar om als secundaire brandstof in elektriciteitscentrales te worden verwerkt. Metaalachtig afval vindt zijn weg naar de metaalverwerkende industrie. De goede, schone pulp gaat door naar de volgende fase. Na de stofbereiding worden er aan de pulp hulpstoffen toegevoegd. Dat is nodig om uiteindelijk een goede en sterke kwaliteit papier te krijgen. De pulp verandert dan in papierstof. De oploopkast brengt de papierstof gelijkmatig aan op een speciale zeef en zorgt er onder andere voor dat er geen klontjes of andere verdikkingen op de papierbaan komen. Het langzeef, het begin van de papiermachine, voert een deel van het water af. Het tweede gedeelte is de perspartij. Hier wordt ook weer een deel van het water uit het papier gehaald. 50% water is hier dan afgevoerd. Het water dat gebruikt wordt bij de productie van papier wordt een aantal malen hergebruikt. Het overtollige water wordt gezuiverd in een geavanceerde biologische waterzuiveringsinstallatie. SCA Packaging De Hoop is ISO 14001 gecertificeerd.
Op de helft, na de eerste droogpartij, als 85% van het water is verwijderd, ondergaat het papier in de lijmpers een behandeling. Deze lijmbehandeling is nodig om de sterkte-eigenschappen van het papier te verhogen. Een bijkomend aspect is dat het papier licht waterafstotend wordt. Dat is voor de verdere verwerking, tot bijvoorbeeld golfkarton, erg belangrijk. Het papier is nu bijna gereed. Eerst nog even drogen in de tweede droogpartij. Dat drogen gebeurt met stoom. De stoom wordt in grote walsen geblazen die daardoor heet worden. Het proces wordt nauwgezet gevolgd en bijgestuurd met behulp van geavanceerde procescomputers vanuit de controlekamer. De gedroogde papierbaan wordt gewikkeld op een grote rol, de tamboer. Efficiëntie is erg belangrijk in de papierindustrie. Vandaar dat gekozen is voor een automatische tamboerwisseling. De omwikkelmachine wikkelt de tamboer om tot de door de klant gespecificeerde breedtes. Deze rollen worden voorzien van een code en een productiedatum. Ze worden in het magazijn opgeslagen in afwachting op verdere verwerking. Het papier moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen. SCA Packaging De Hoop is dan ook gecertificeerd voor ISO 9001. Iedere rol wordt aan de machine getest en er worden samples genomen die door de kwaliteitsdienst worden onderworpen aan een onderzoek. Met aardgas wordt in gasturbines en stoomketels zowel stoom als elektriciteit geproduceerd. De stoom gaat naar de droogpartijen van de papiermachines voor het drogen van het papier. Elektriciteit wordt onder andere gebruikt voor de aandrijving van de machines. SCA Packaging De Hoop voorziet in haar eigen elektriciteitsbehoeften om zo onafhankelijk te zijn van het elektriciteitsnet. De overcapaciteit wordt teruggeleverd aan het externe elektriciteitsnet. Elke rol papier weegt zo'n 2000 kilo. Het papier wordt verwerkt in golfkartonnen dozen. Afnemers gebruiken deze dozen voor de meest uiteenlopende toepassingen, zoals de verpakking van producten in de voedingsindustrie en verpakkingsindustrie, verhuisboxen, presentatiedisplays en nog veel meer. SCA Packaging De Hoop, de leverancier van papier voor de golfkartonindustrie.